Dus, een Surinaamse dame die een reisbureau had, heeft mensen voor 2 ton opgelegd. Maar ik vraag me echt af: hè? ik heb heel veel mensen hun verhaal gehoord. Als jij hoort van zo'n reisbureau, je moet alleen contant betalen, moet je toch al wel weten dat dit niet goed is. Hè? Waarom denk jij dat je geen kwitantie of ticket direct meekrijgt van iemand? Waarom. Ga je niet gewoon naar KLM of SLM boeken, online op je bank en checken hoe makkelijk dat is? Dus een dame is helemaal uit België naar die reisbureau gegaan om 1700 euro af te staan aan zo iemand. Is, dus je bent heel de hele dag op Facebook. Waarom heb je niet gezien dat dit een scam was? Dus er was een andere dame, ze heeft de bedreiging van 2017 gezegd voor mij. Ze zei van, je bent vergeten dat je nog vieze kleren hier hebt. Als jij mij geld niet brengt, ik zet voedsel op je. Elke Surinamer weet dat het zo gaat. Dus dit was zo scherp, ik schrok. Weet je, zo serieus zijn mensen. Weet je. En je kan geen twee ton nemen en dan zeggen dat je failliet bent. Dat kan niet, dat kan niet. Een andere man zei gewoon, hij heeft zijn mond en zijn hij verkocht voor die ticket. Ik hoop niet dat het heel vaak was gebeurd voor die ticket, want het is weg. Weet je, en dan twee ton aangeduperde. Weet je hoeveel mensen dit zijn? Daar heeft ze iedereen op woensdag laten komen. Maar daar heeft ze dinsdag al een blaadje gezet op de deur. Ik ben failliet. Ik heb me failliet verklaard. En dat is de smoes. Iemand heeft voedsel op deur gezet. En daarom heeft ze zeg maar die blaadjes. Want ze heeft geen ticket uitgebracht. Alleen blaadjes dat het goed is. Heeft ze gewoon blaadjes uitgeprint. Dus ik weet niet wat voor bakro dat was. Maar. Die bakroe is echt geld te verdienen. Dus dat hij gewoon eigenlijk mensen gewoon lucht gaf. Terwijl die mensen geld terugklappen. Dus blaadje voor, blaadje voor geld. Het klopt wel hoor. Want blaadjes in het Surinaam is gewoon geld. Maar dit is breed hoe deze vrouw heeft gehandeld. Maar wat ze vergeet. Suriname is echt klein. Suriname is echt klein. Dus ze gaan je vinden. Surinamers gaan je echt vinden. En ik vind het echt breed. Breed dat wij nog zo goed gelovig zijn. Dat je uit België komt om 1700 euro in Amsterdam te brengen. Bij je reisbureau. Da, 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 nee, nee. Ik, je kan het gewoon vanaf je bank doen. Gewoon op internet ga je naar www.klm of slm.com en dan doe je het daar. Hetzelfde effect, alleen je geld is gewoon goed. Wij moeten niet meer zo goed geloofwaardig zijn, maar boy. Ik hoop dat je een nieuwe bakroek hebt, hebben. Of zelf visie, visie op je zetten. ze ga je verbranden? Movojari. Mensen, alle Surinamers, die naar Suriname gaan. Het is movojari. Begrijp dat. En mensen die het niet begrijpen, is einde van het jaar. En dan komt alles naar buiten wat slecht is. En dit is een mooi voorbeeld. Mensen, koop je ticket gewoon online. Dat is mijn advies. Als je in een goede reisbureau bent, heb je ook online iets. Zo niet. Nou zie niks. En voor de mensen die gedupeerd zijn, hé, neem een an advocaat. En als je er ziet, ik zou zeggen Vlying kick erin de neus. <laughs>